De burgemeester van Horen maakte onlangs bekend dat de sluitingstijden van de horeca worden aangepast. De meningen hierover zijn verschillend. Ja, aan de ene kant ben ik natuurlijk heel erg blij dat het van 1 uur naar 2 uur gaat. Omdat je toch merkt dat vaak als mensen hier vanuit Amsterdam of vanuit werk of vanuit Manifesto naar de stad komen, dat dat dan toch voor 1 uur best wel haast is. Aan de andere kant, dat je dan om 3 uur al je deur dicht moet doen, dat snap ik niet helemaal. Ik heb ook niet het idee dat de argumenten die daarvoor nu op tafel liggen, door iemand zijn bedacht die ook zelf nog wel eens uitgaat en ook nog zelf wel eens tot laat in de kroeg blijft hangen. Nou, ik vind het geweldig. Wij zijn van 9 tot 2 uur 's nachts geopend. Dus voor ons is het ideaal, vooral met dit weer. Als ze tot 1 uur buiten zitten en ze moeten helaas naar binnen, dan is het natuurlijk een drama. En straks helaas, als dat rookverbod ook inkomt, dat ze binnen niet meer in de rookruimte mogen, is het helemaal erg. Dus als ze tot 2 uur buiten mogen staan, zou het voor ons ideaal zijn. Nou ja, ik was op zich blij met de motie die ingediend is al jaren geleden. Natuurlijk, omdat het zo lang duurt het al, dat die toegangstop naar achteren moet, naar later moet. De reden van die toegangstop was natuurlijk het drinken tegen te gaan van de 16-17-jarigen. Nou, die is met de nieuwe wet komen te vervallen. Waarmee ik dus zeg van nou, schaf dan ook het hele toegangsuur maar af. Maar dat is niet meer nodig. Maar helaas denkt de burgemeester van Horen er anders over. De sluitingstijd van 12 uur toen de tijd was gewoon te vroeg. 2 uur is dan wat mij betreft schappelijk. En je ziet in Alkmaar werkt het ook al jaren goed. Dus wat dat betreft, wat mij betreft mag het doorgaan. De klanten zijn het er niet echt mee eens. Nou, ik vind het niet goed, want als dit gaat, dan gaan de jongeren meer op straat hangen. En er komen meer problemen. Ja, en ik vind het zelf ook gewoon jammer, want nu kan je een uurtje minder lang uitgaan. Dus veel problemen, denk ik. De bewoners van de binnenstad zijn blij met de nieuwe sluitingstijd. Over het algemeen is de groep die daar dan aanwezig is, het is natuurlijk niet de hele binnenstad die daar zit, is daar voor. Ze zijn blij dat er een sluitingstijd is. En ze zijn ook blij dat er een soort cool-off periode is. Dus 3 uur het licht aan, maar niet meteen iedereen op straat. Want de ervaring leert dat heel veel overlast komt als iedereen tegelijk de straat op wordt gestuurd. Dus men is over het algemeen positief, voor zover ik namens dit overleg kan spreken over deze nieuwe tijden.